zijn op weg naar Herstal. Daar moeten we aanpikken om 6 uur. We zijn vrij vroeg. Ik ga nu eens binnen kijken welke trailer dat we moeten hebben. Bonjour. Bonjour. Ah, oké. Het zijn spanriemen. We gaan straks machines laden. En dan hebben we die nodig. Dan gaan we die spierballen trekken. Nest. Zijn die plastic korrels, hè? Nest. Nest. Die zit dicht, hè. Vanaf nu heb ik een fobie op plastic korreltjes. Dat is even over. Ja, sorry voor mijn gegeel, maar het was redelijk vroeg deze morgen. Wat zijn jullie zo stil vandaag? Een nachtje, nachtje. Ja, mannen, foei, foei, wat moet ik dan zeggen? Mijn nachtje was ook kort. Dus dit hebben wij dan ook aan de hand. En dat zijn gewoon mijn collega's die nu via hun radio hun muziek laten luisteren. Moest dat weer, Robin, ja. Gaan we ons tuttige karkasje doen? Mieke is op weg naar Beveren, waar ze de machines zal oppikken. Maar voorlopig heeft ze andere zorgen aan haar hoofd. Oef. Dat er begint te nijpen. Is er nog juist vielen ook nog. Het is er iedere dag poppenkas. Misschien mijn zwaailichten aanzetten. Kapperen. Misschien werken ze dan dat dringend is. Als je moet gaan, moet je gaan, hè. Ik bedoel, houd je niet tegen. Beetje sjoggelen, hè. Maar ik kan hier af, hè. Ik bedoel, die pijlen staan er toch al, nee? Gaan we eraf. Dat is dat. Waar de nood het hoogst is. Oké. Als dat gaat te traag. Ja. In Nederland pikken Silke en haar collega's de containers op waarin de boomstammen straks vervoerd zullen worden. Een werkje van uiterste precisie. Ja, dat is wel even een spannend moment, want er kan veel bij fout lopen. Hè? Dus het is altijd wel even goed opletten hoe en wat. Want als die klaksoneert, dan staat je goed. Die heeft tegen geklaksoneerd dat het hem opstaat. En zo hebben wij onze container. Dat kan zo goed doen, hè. Loop de pak lichter. Allee. Manuva. Mieke kan terug gaan aanschuiven. En in een film wordt er soms al eens geflirt. Dan zijn er chauffeurs die denken dat ze je met een knipoog kunnen verleiden, hè. Van die ongeschoren, niet gewassen mannen. Dan zeker in de zomer, dan heb je al een blouseje aan. En moet je ze zien lonken. Hè? Nee, nee. Ik eet thuis wel. Maar alhoewel er ook niks meer op tafel ligt, maar ja. Nicole en kater Sophie rijden door Frankrijk om transpaletten te leveren op verschillende plekken. Nicole wil voorlopen op schema,
zodat ze voor het weekend al terug bij haar gezin kan zijn. We hebben gelost en nu rijden we dus naar Perpignan. Ik hoop vandaag van 6 te doen. Hopelijk 7, die Harry Boy ook, maar daar twijfel ik aan. Het zou natuurlijk fijn zijn, moest ik die Harry Boy kunnen doen. Dan zijn we zeker vrijdag thuis. Het eerste en belangrijkste gebied, nou, Toulouse, de eerste parking en een koffie gaan halen. Zullen er niet eens twee zijn? Dat is al jaren dat ik minder sinds, maar... Het is een tijd geweest, dan leefde een kop koffie en dat kwam niet goed. Dat ik soms met een tikker voelde gaan. Zeg, oei. Het is nou niet een gezonde levensstijl, hè. Dus je hebt heel onregelmatig uren. Je hebt heel onregelmatige tijdstippen. Maar dan probeer ik toch nog een beetje het zo gezond mogelijk te maken. Ah, op naar onze eerste koffie. Kijk, heel lang ook dat je echt al mag, hè? Ja, maar dat is niet de enigste klootzak. Ik bedoel, snel. Hier. Hij heeft nog niet eens varkens geladen. En ik denk dat hij voor... Oh, jongens. De camera's aan, meneer. 70 meter, 70. Serieus? Hé, hey, de mag sneller. Meestal zijn dat die vrouwen, hè. Dan gaan ze tegen 70 en dan gaat je ze links inhalen. En één keer... Oh, shit. En dan... In het begin was ik daar heel braaf in, maar dat doe ik niet meer. Pink eraan en... Ik heb vooral die innerlijke rust heb ik leren bewaren. Pas op, ze zit er nog, hoor. Silke en haar collega's rijden naar Duitsland, waar ze straks de boomstammen zullen opladen. We gaan zelfs van de autostrade naar een hele eind binnen een deur, dus kom je erbij, hoor. Allee, dat gaat weer spannend worden. Dit is eigenlijk een rondpunt waar ze aan het werken zijn. En dat is eigenlijk redelijk smal voor een camion. Wij gaan sowieso op de borduur moeten. Allee, Robin! Hé, hey man, dat is hier wel toch niet breed gemaakt. Hé, hey, voilà, zei Robin moet borduren raken en ik raak geen borduren. Dus dat maakt het ook zo fijn, hè? Zo die bochtjes en zo, niet weten waar je uitkomt. Bart, pas op met de lijnbussen, hè. Maar dat valt mee, we hebben al dichter meegemaakt. Soms steken wij onze vinger niet meer tussen onze spiegel en wat langs ons rijdt. Zo dicht rijden wij soms. Dus... Vroeger had ik het daar ook niet op, maar... Nu ik zo'n beetje mijn draai heb gevonden met die bomen, begin ik dat allemaal kei plezant te vinden. Zo die bochtjes en ja, de tegenliggers, zo'n beetje avontuurlijk. We zijn er al bijna, jong. Oppassen met de lantaarnpaal. We zijn er. Oh, dat is hier. Oh, kei leuk. Hé, hey, wat schuift hier, ja? Oeh. Ja, nu zijn we eigenlijk gewoon aan het wachten totdat die man komt die ons gaat laaien. Maar er is nog niemand gezien. Ofwel zijn die mensen er nog niet, ofwel zijn ze gewoon bomen aan het halen. Tetteren, boterhammetje eten. Hè? Koffieke drinken, sigaretje roken. Ja. Af en toe muziek helemaal open. Ja. Ja. De sfeer er een beetje in houden, hè? Ja. Heb je nu echt een andere muziek? Jong, moet ik mij gaan opgooien? Zet tenminste truckersmuziek op, hè, jong. Lady Truckers, dat is een fair een liedje. Ze biedt wel, ik had mijn gezicht. Voilà. Of the road. Kent je dat niet? Alleen nu.